De busje heeft de hele weg, de hele rijbaan nodig om die bocht te kunnen maken. Al het overige wegverkeer zal moeten wachten totdat de bus zijn bocht heeft gemaakt. Als je net iets te laat bent, dan word je in de berm gedrukt door de bus. Bob en Olivier uit Wilnis zijn het helemaal zat. Het openbaar vervoer in hun gemeente, de Ronde Venen, is inefficiënt, niet duurzaam en onveilig. Als er een auto aankomt, dan moet een van de twee moet echt uitwijken of achteruit rijden. Fietsers die nauwelijks hun weg kunnen vinden. Dus qua veiligheid is het hier echt enorm lastig. En daarom zouden de grote bussen dit soort smalle weggetjes moeten vermijden en alleen nog maar de hoofdwegen moeten gaan gebruiken, vinden Bob en Olivier. Even kijken, 126. Ander punt van kritiek, de dienstregeling. Die is belabberd. Een ritje naar het AMC in Amsterdam bijvoorbeeld. Dat duurt 3 kwartier, terwijl het in 20 minuten zou kunnen. We wonen hier in het hart van de Randstad. En toch zijn we een van de slechts bereikbare plekken als het gaat om het openbaar vervoer. En dat komt, denkt Bob, omdat er te weinig in geïnvesteerd is. De provincie Utrecht heeft heel veel geld uit moeten geven aan de Uithoflijn. Dat betekent dat er geen budget meer over was waarschijnlijk dan voor andere urgente zaken in de provincie. En met name hier in de Ronde Venen zijn we daar denk ik wel het slachtoffer van. Opvallend is ook dat veel bussen in de Ronde Venen vaak half leeg rondrijden. Dat kan anders, denken Bob en Olivier. Bijvoorbeeld door kleinere bussen in te zetten. Misschien de vroegere belbus. Als we daar nou een mooie app van zouden kunnen maken. Dat je gewoon een bus zou kunnen bestellen, een kleintje. Daarmee haal je misschien ook, als je het beter organiseert, meer mensen uit de auto. Wat nog eens een dubbele goede werking heeft dan. De twee Wilnissers hebben vanavond raads- en statenleden en inwoners uitgenodigd om met hen na te denken over de problemen met het openbaar vervoer. En de oplossingen natuurlijk. Doel is om de provincie, want die gaat uiteindelijk over het busvervoer, te overtuigen dat de Ronde Venen echt beter verdient. En kijken of we samen met de gemeente hierin op kunnen trekken. Want samen ben je gewoon sterker, samen een goede vuist te kunnen maken naar de provincie.